De Surinaamse aannemerij wordt over het algemeen onderschat in hetgeen zij wel of niet kunnen doen. Een voorbeeld hiervan is dat momenteel enkele projecten door buitenlandse bedrijven worden gerealiseerd. Aan het woord is Kenneth Limapo, aannemer en directeur van het bouwbedrijf Giesel. Hij sprak op 31 mei bij de ondertekening van het contract voor de bouw van 6 nieuwe operatiekamers voor het Academisch Ziekenhuis. Volgens Limapo worden er projecten aanbesteed waarbij aangegeven wordt dat de Surinaamse bedrijven in SRD betaald moeten worden tegen de aankoopkoers van de centrale bank. Als voorbeeld haalde hij aan de projecten die onder financiering van de ISDB, de Islamic Development Bank, vallen, waaronder het gebouw van de Nationale Assemblée en het SNTA-gebouw. Limapo wijst erop dat de aannemers de Surinaamse munt hoog willen houden, maar dat er in de praktijk andere zaken spelen. Het blijkt namelijk dat de internationale aannemers wel degelijk alles in US dollars mogen ontvangen. Ik heb een kleine calculatie voor u gemaakt voor wat betreft het assembleegebouw. Wat ik bijzonder jammer zou vinden als dat door buitenlanders gebouwd gaat worden. Hoor. U moet zich voorstellen dat onze Surinaamse assemblee straks gaat vergaderen in een gebouw dat door buitenlanders gebouwd is. Maar als we uitgaan van een aanneemsom van 3,5 miljoen... dan moet en een arbeidsloonpercentage van 35%, dan zal de Surinaamse aannemer zijn US dollars moeten omzetten, of tenminste zijn US dollars deel krijgen tegen de centrale bankkoers, en de buitenlander gaat zijn US dollars krijgen. Zoals u weet, in alle buitenlandse bedrijven werken hier ook met local contracten. Ze brengen een paar mensen uit het buitenland, dus je zult hier misschien een 10, 15 Chinezen hier rondlopen. En daar zijn toch allemaal Surinamers die hier rondlopen. Alle installaties, et cetera, worden Surinamers gedaan. De buitenlandse contractor is nu in staat zijn US dollars om te zetten tegen de koers die buiten heerst van 8, 10, I don't know, something like that. Terwijl de Surinaamse contractor zijn koers, zijn Surinaams deel krijgt tegen 7. 7,55, de koers van de centrale bank. Dit betekent voor de local contractor alleen al op dat punt een verlies van 10%. Dus als ik ga concurreren tegen mijn foreign contractors, heb ik op dit moment alleen al een koersverlies van 10%. De aannemer gaf verder aan dat er hele discussies zijn gevoerd met het ministerie van Financiën over deze kwestie. Vooral omdat hun winstmarges ver beneden de 10% liggen. Limapo voegde er nog aan toe dat veel van de projecten waarop de Surinaamse aannemers werken met importmateriaal gerealiseerd moeten worden. Ook dat van het AZP. Minister Gilmer Hoefdraad van Financiën ging meteen in op deze kwestie. Volgens hem zal het ministerie heel serieus kijken naar de stijl van de contracten. We hebben gezegd van er is een local component, altijd aan salarissen, lokale kosten en dat zou in SRD moeten. Maar als het in SRD moet voor de lokalen, dan zal het ook moeten gelden voor degenen die hier zo internationale bedrijven die hier hun werk komen doen. Want zij moeten ook aan hun mensen in SRD's uitbetalen. Zij moeten ook aan hun mensen, zij moeten ook in SRD's kunnen besteden. Dus we zullen zeer zeker er werk van maken om wat dieper te kijken naar de regelgeving bij de aanbestedingen. Zodat het een equal level playing field is. Ja, we moeten gaan naar gelijkheid. En we kunnen zeker niet onze lokale aannemers een disadvantage geven vanaf het begin. Verder wil ik toch wel aan u verzekeren. We weten dat bepaalde constructies een zwaar importcomponent hebben. Ik ben geen expert zoals u op dit gebied. Maar ik kan u toch wel zeggen, als ik praat over operatiekamers, als we praten over intensive care, dan zal heel veel van buiten moeten komen. Dus ik wil ook u de garantie geven in goed overleg als er een noodzaak is voor valuta, dat wij u toch wel voor deze projecten kunnen garanderen dat de overheid inkomt met de valutaverstrekking tegen de geldende officiële koers, zodat u niet met koersmarges moet verliezen gaat zitten. Financiënminister Hoefdraad die de belofte deed dat dit contract nader bekeken zal worden. De bewindsman gaf de aannemer de garantie dat ervoor gewaakt zal worden dat hij geen verlies leidt.